Niet alleen in Nederland, maar in grote delen van Europa is er sprake van woningnood. Veel mensen vinden geen betaalbaar huis. En dat geldt niet alleen voor starters en jongeren, maar ook gezinnen met een middeninkomen lukt dat niet. Meer mensen worden dakloos. 1 op de 5 jongvolwassenen tussen de 25 en 34 jaar woont nog ongewild bij de ouders thuis. En veel ouderen kunnen geen woonruimte vinden met voorzieningen en zorg. Een deel van de oplossing ligt in Europa. Europese regels maken het voor woningcorporaties onnodig moeilijk om huizen te bouwen voor de middeninkomens. Corporaties kunnen veel meer middenhuurwoningen bouwen als zij goedkoper zouden kunnen lenen. Daarvoor is meer ruimte nodig in Europese regels. Dan kunnen leerkrachten, politieagenten en verpleegkundigen weer een betaalbare woning in de stad vinden. Het moet echt makkelijker worden huizen te bouwen voor alle woningzoekenden. Laten we de woningnood ook Europees aanpakken. Kies voor wonen, ook bij de Europese verkiezingen.